Zodra de file is, denk ik, dat gaat anderhalf uur duren. Hè? Ik kom te laat. Ja, dat is verschrikkelijk. Ik ga al zoeken naar het telefoonnummer van de organisator. Van, ja, je bereidt je al voor op een telefoongesprek. Ja, neemt u mij niet kwalijk, maar ik zit in een file bij Bokstel en er zit geen enkele beweging in. Er zijn al 3 ziekenwagens met loeiende sirenes voorbijgekomen. Dus ik weet het, ik moet 7:15 beginnen, maar het zou me niet verbazen als het 9:45 ging worden. Het Verlossum, kunt u mij horen? Rick Weda, die refereert aan een podcast van vorig jaar waarin u, meneer Van Rossum, aangaf dat luisteraars zich konden melden wanneer ze interesse hadden om 5000 boeken met streepjes erin op te komen halen op uw studentenkamer. Ja, ik had dat nooit moeten zeggen. Want dat heeft tot allerlei sympathieke brieven en kaartjes geleid dat ze er wel interesse in hadden in die klote boeken van mij. Maar dat is logistiek zo'n ingewikkeld probleem, want hoe zou ik dat moeten doen? Dat ze hier bij mij komen bellen en dat ik ze dan een rondleiding geef in dat chaotische studeervertrek. En dat ze dan zo'n beetje uit de kast kunnen trekken wat ze wel interessant lijkt. Ik moet de hele boel, de hele bubs moet ik een keer in toto wegdoen. Even afgezien van die paar dingen die je zelf graag wil bewaren natuurlijk. Ja, dus het antwoord is... Ook boeken verouderen, de meeste boeken verouderen ook relatief snel. Ja, dus dat is, mensen hoeven zich niet meer te melden, want hij vraagt, is dit nog van kracht? Maar het antwoord is dus nee. Nee, het spijt me dat ik dat zo lichtzinnig heb geformuleerd, niet denkend aan, laten we zeggen, de logistieke complexiteit van zo'n operatie. Ja, oké. Dan hebben we hier Wouter Schaap. Hallo Maarten en Tom. Wouter hier. Onlangs zat ik naar een podcast van jullie te luisteren en hoorde ik de irritatie van Maarten over het programma Word, waarbij hij inderdaad allerlei rode krabbeltjes onder zijn tekst krijgt en dat hij het een veel te complex tekstbewerkingsprogramma vindt. Verder begrijp ik dat Maarten op een Mac werkt. Zelf gebruik ik een programma dat heet IA Writer. IA Writer. Dat programma dat heeft een functie focusmode en eigenlijk is het de meest uitgeklede tekstbewerker die ik ken, waarbij je gewoon kunt typen. Ik denk simpeler dan kladblok nog, maar het heeft een paar leuke functies waarmee je tekst mooi kunt weergeven. Mocht je het daarna dan aan een persoon moeten doorgeven die er wat mee moet, volgens mij heeft het een functie om het in DocX op te slaan. En anders dan zou je altijd nog de tekst kunnen knippen en plakken van daar naar Word. Ik woon bij Maarten om de hoek, dus ik leg het hem met liefde een keer uit. Verder, ga door met de podcast. Hij is superleuk en ik luister er elke week naar. En bedankt, ga zo door. Groetjes, Wouter Schaap. Ja, een sympathiek aanbod op zichzelf, maar ik heb ondertussen... Heb jij me al een ingewikkelde instructie gestuurd hoe ik van die verrekte lijntjes af moet komen? Maar het geeft aan dat de hele uitgangspunten, de startpunten van het programma Word zijn niet consumentvriendelijk. Maar die zijn, ik weet niet welke hek dit programma bedacht heeft. Het wordt natuurlijk ook steeds verder opgesierd. Het is eigenlijk een tragisch kerstboompje wat ondertussen zo vol hangt met ballen en engelenhaar. Dat het boompje zelf niet meer zichtbaar is. Zo zou je het misschien het beste kunnen beschrijven. Ik mis nog steeds dat programma waar ik het over had. Maar dit is IA Word, als ik het goed begrijp. IA, iets met IA. Writer, ja. IA Writer. Nou, kennelijk bestaat het ook voor de Apple-computer. Dus ik zal eens kijken wat het is. Ik zal het eens proberen. Mijn ouders hadden vroeger in de eind jaren 60 een Opel Record. Dat kan, daar heb ik... Heb ik heel lang autorijles in gehad. Ja, hij zegt, deze Anne-Jan van Apollo zegt, vond ik toen als kind een geweldige auto, maar was deze ook zo geweldig? Nou, kijk, Opel is jarenlang in Nederland het best verkochte merk geweest. En dat was naar mijn idee wel terecht. Je had de Opel Kadett. Hele ongelukkige naam natuurlijk, omdat in Nederland een kadet een hele andere connotatie heeft dan dat woord in het Duits heeft. In Nederland denk je toch aan een ongelukkig wit broodje. Maar de kadet A en zo, dat was eigenlijk een in allerlei opzichten moderne, solide gemonteerde auto met vrij veel ruimte.
Daarvan werden er ook in de jaren 60 miljoenen verkocht. Ik zou maar zeggen, de kever die had enorme concurrentie van die succesvolle kadetten. Want de kadet had al dat moderne principe dat je om de 2-3 jaar een soort van update krijgt. Van de auto net iets weer iets beter, dat werk. En de record was eigenlijk een grote kadet, om het zo te zeggen. Een grote Opel, een solide, typische gezinsauto. Niks bijzonders, betrekkelijk simpele auto. Maar er was niks mis mee, hij reed lekker. Nogmaals, ik heb er in de tijd dat ik nog geprobeerd heb om in Arnhem rijexamen te doen, ben daar nooit in geslaagd, heb ik dat allemaal gedaan in een Opel Record. En toen ben ik gaan studeren in Utrecht, toen dacht ik, laat ik het hier eens proberen. En toen heb ik hier nog 10 lessen in een zwart Volkswagentje gedaan, examen gedaan, en in Utrecht ben ik onmiddellijk geslaagd. Ondanks het feit, ik geloof dat ik het alles verteld heb. Heb je verteld, ja. Precies, ik hoef dat verhaal dus niet nog eens een keer te herhalen. Ik zit nog even te lezen. In de vroege afleveringen heeft u het vaak over het idee van een gekozen minister-president. U vindt het een ontzettend slecht idee. Ja. Nou, maar hoe zit het met een gekozen burgemeester? Wat vindt u van dat systeem? Ik woon nu zelf in Groningen, waar een VVD-burgemeester werkzaam is, en een gemeente met een vrij linkse gemeenteraad. Als inwoner lijkt dat soms scheef. Tegelijkertijd vraag ik me af hoeveel invloed het nou echt heeft. Ben benieuwd naar uw antwoord. Hartelijke groeten, Anouk. Ik ben tegen een gekozen burgemeester. Dat komt omdat het hele systeem van het gemeentebestuur in Nederland niet gebaseerd is op het idee van een gekozen burgemeester. Ja. Want kijk, nu is het al zo dat de burgemeester vaak aangesproken wordt op het beleid wat de stad voert, waar hij gek genoeg grotendeels niet verantwoordelijk voor is. Hij is de voorzitter van het college van wethouders. De wethouders zijn individueel verantwoordelijk voor de portefeuille die zij beheren. Meestal is het zo dat de burgemeester alleen verantwoordelijk is voor brandweer en politie. En enkele malen in grote steden is hij ook een soort van regio-coördinator voor dit soort van werkzaamheden. Soms heeft een burgemeester een eigen portefeuille. Maar als je een burgemeester gaat kiezen, dan suggereer je toch dat hij ook inhoudelijk een politieke leider is. Dus dan wordt hij een heel andere persoon dan hij nu is. Nu is hij de coördinator van die verschillende wethouders in die gemeenteraad. Als je dat wil veranderen, moet je in Nederland de grondwet veranderen. Ja. Daar komt bij dat ik eigenlijk heel weinig voel voor de gekozen burgemeester, omdat je altijd, kijk naar de Verenigde Staten, een of andere popiopie kletsmajor krijgt, hè, die lollig uit de verf komt. Hè. Voordat je het weet krijg je, ik ga nou geen voorbeelden geven van popiopie kletsmajors, maar we hebben er ontzettend veel. En het voordeel van ons systeem is dat op voordracht trouwens van de gemeenteraad en met geformuleerde voorkeur, in feite iemand burgemeester wordt die zijn carrière gebouwd heeft op het burgemeester zijn. He, je begint in een klein plaatsje en dan krijg je een iets groter plaatsje. En als je het een beetje lollig doet, dan eindig je tenslotte als burgemeester van Amsterdam, Utrecht, Den Haag of Rotterdam. Ja, of kijk naar Emiel Roemer. Ja, nou ja, dat kan ook. Maar die had volgens mij een vrij aanzienlijke geschiedenis als wethouder achter de rug in diverse colleges. Dus ik vond dat helemaal niet zo'n slecht idee. Maar ik zoals gezegd, je had in Amerika al van die ijzersterke voorbeelden. Dat is van die volkstribune die kwamen, dan hadden 2 jaar in de gevangenis gezeten. En dan werden ze vervolgens met velerlei stemmen gekozen tot burgemeester van de betrokken stad. Ik vind dat gewoon helemaal niet zo noodzakelijk. Nee. In feite is het gemeentebestuur heel democratisch in die zin. Daar wordt een college gevormd wat een meerderheid moet hebben in een gemeenteraad. En dat is meestal in Nederland een college wat bestaat uit meerdere partijen. Daar is er verder niks mis mee. De burgemeester moet je zien als een symbolische en coördinerende figuur. Hmm. Dat is zijn taak. Hmm. Het is niet zijn taak om ideologisch leiding te geven aan een programma. Daar is hij helemaal niet voor. Nee. Vandaar ook dat het helemaal niet erg is dat een VVD'er burgemeester is van een stad met een vrij linkse gemeenteraad. Wat dacht je van Jan van Zaan in Utrecht? Ook een VVD'er, zoals we alle weten. Utrecht is een studentenstad, dus dan weet je al wat de twee grootste partijen zijn, namelijk GroenLinks en D66. Meestal wisselen ze stuivertje met per verkiezing.
Hè, Nijmegen, Havana aan de Waal. Was van Jan van Zanen misplaatst in Utrecht? Absoluut niet. Jan van Zanen was een prima burgemeester die precies deed wat burgemeesters moeten doen. Namelijk op mijn beleefd verzoek zo snel mogelijk 2 boompjes hier in de straat zetten. Zoals ik alles uitgelegd heb. En de parkeervakken niet? Ja, de parkeervakken. Ja. Ja. Nee, dus je moet even kijken hoe onze grondwet in elkaar zit en hoe daar die functie gedacht is. Ja. Zijn er andere Europese landen waar de burgemeester wel gekozen is? Volgens mij wel. Neem Londen. Hè. Boris Johnson is begonnen als burgemeester van Londen. Ja. Ook zo'n popiopie kletsmajoor. Ja. Ja, daar hebben we het helemaal niet over gehad. Maar daar hebben ze nu toch geen prettige situatie. Dan druk ik me nog voorzichtig uit, hè, met die tankstations en de bevoorrading. Ja, maar nou begreep ik dat er ook in Nederland een ernstig gebrek aan vrachtautochauffeurs is. Ja. Dus kennelijk is dat een pan-Europees probleem een beetje. Ja. Hoe dat dan ineens ontstaat, begrijp je niet. Nou, je moet even kijken, er zijn nog veel meer, maar ik heb er nu even een selectie van gemaakt. Zijn dit vragen die binnen zijn gekomen. Nou dus, ja, pik er een uit, een leuk vraagje. Ik zei, ja, maar ik zal nog even eentje. Sommige zijn ook ontzettend lang, doe nog eentje hoor. Wat zou Maarten mij trouwens adviseren qua kennis die ik in mij opneem, maar waar eigenlijk niemand op zit te wachten als ik het daarover heb? Ben een spons qua algemene kennis, maar ik kan er niks mee. Ja, dat is... Hij kan er niks mee. Ja, ik heb een hele nuttige tip. Begin een podcast. Hè? Eerst in de familie. En dan merk je zelf wel of het succes heeft, zal ik nou maar zeggen. Oh ja. Kijk, als je het hele idee dat je aan kennis per se iets moet hebben, is een misvatting. Mm. Het feit, kennis is leuk op zichzelf en in zichzelf. Ja. Het is enorm fijn om te weten dat je in Nederland 31 verschillende soorten pissebedden hebt. Mm. Hè? Dan heb je verder niks aan die kennis. Maar bij gelegenheid, niet waar, als ik op verlegen zit om een leuke opmerking, dan zeg ik altijd iets over de pissebedden. Er zijn allerlei... Ik geniet van de kennis of ik er nou iets mee kan, ja of nee, dat doet er niet zo verschrikkelijk veel toe. Maar hoe kom jij aan kennis over pissebedden? Ik heb geen idee. Dat moet ik ooit ergens gelezen hebben. Ik zeg nou 31, maar je weet dat is een beetje een trucage natuurlijk. Als je een getal noemt en je zegt ja 600, zal ik maar zeggen. Dat is te algemeen. Dus ja, je moet nooit zeggen 600, je moet altijd zeggen 623. Ja, want dat werkt veel overtuigender. Ja. Dat is een bekend punt van informatieverstrekking. Maar nou ja, laat ik dat voorbeeld geven. Klees zit dat boek over Mussolini te lezen. Over zijn ambities op het wereldtoneel, zou ik maar zeggen. Of op het Europese toneel eigenlijk. Ja, dan vind ik het ontzettend leuk. Omdat als ik dan lees dat zij dat lied zongen, Giovanezza. Om dat even op te zoeken en dat liedje te beluisteren. Ja. Heb ik daar iets aan? Nee, daar heb ik niks aan. Behalve, nee, omdat ik nou toevallig een podcast maak, kan ik dat verhaal aan jou vertellen. Ja. Maar ja, heb je er iets aan? Betaalt het zich uit? Nee. Nee. Je moet liefde voor kennis tout court hebben, dat is het eigenlijk. Ja. Overigens, is het zo dat jij inderdaad ook weer een reis gaat maken, in februari als ik mij niet vergis, naar Rome? Nee, in december al. In december? Even daarom kijken. Zit ik dat boek over Mussolini te lezen. Ah, oké. Okay. Funs Elbersen die reageert namelijk en die zegt, ik ben een van de bejaarden, tussen aanhalingstekens zegt hij, die in februari met Maarten op historische reis naar Rome gaat. Ja, nou fijn. Okay, dus dit van harte welkom. Ja, en Funs die is nu net begonnen bij als senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dus nog een jonge gast. Ik denk dat hij nou ergens in de 20 is. Oh. En nou, die reageerde dus in ieder geval ook dat hij dus... nou, dat zal een van de jongste zijn. Ja, we maken 2 van die reizen. Dus ja. Ja, ik wist het ook niet. Maar 1 in december en 1 in het vorige voorjaar. Ja, wat leuk. Zelfde reis in principe. Ja. Nou, even kijken. Dan hebben we nog 1 laatste van Guido de Groot. Die heeft wat ingesproken. Beste Maarten, beste Tom. Allereerst mijn complimenten voor jullie fantastische podcast. Ik geniet er erg van. Vooral de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog was bijzonder boeiend. Wat ik mij afvroeg is het volgende. Is de vlag van de Zuidelijke Amerikaanse Staten, die rode met het blauwe kruis, per definitie racistisch?
Ik vraag me net af, omdat de zuidelijke vlag in Europa voornamelijk alleen met de muziek van de Amerikaanse zuidelijke staten geassocieerd wordt. Wellicht komt dat door Elvis. En in Amerika zelf als een soort van identiteit wordt gezien, een soort rebelse identiteit. Mijn persoonlijke mening is dat de vlag zeker racistisch is, omdat de Amerikaanse burgeroorlog in de eerste plaats ging om het afschaffen van de slavernij. Maar ik zou heel graag uw mening, de mening van Maarten van Rossum, daarover horen. Wat vindt u van de vlag van de Amerikaanse zuidelijke staten? Bijvoorbeeld dank voor uw reactie. Hartelijke groet, Guido de Groot. Ja, feit is dat de Confederate flag, want dat zo heet dat ding. Dat is, als je dat ding ziet wapperen in de zuidelijke staten, dan weet je dus dat is een, hè, dat is de opgestoken middelvinger van de zuidelijke staten tegen de rest van de Verenigde Staten. En heeft eigenlijk altijd de connotatie van, we moeten die zwarte er flink onder houden, want dat is allemaal niks gedaan. En al die kletspraat over emancipatie, dat is een grote vergissing geweest. Jazeker. Denk ook natuurlijk aan het electoraat van Donald Trump, wat ook die vlag gaarne toont. Ja, dus de connotaties van de Confederate flag, die zijn uitgesproken racistisch. Mm. Oké. Okay. We hebben trouwens een reactie van Tivoli. 5 januari was oké. Okay. Oh, goed zo. Dus, zend me nog even voor alle zekerheid een mail, ja, om dat te bevestigen. Hartstikke goed, gaan we dat doen. Jij gaat deze week weer het theater in, denk ik, hè? Morgen weer. Winterswijk. Winterswijk, weer zo ver weg. Nou, dat scheelt een stuk. Scheelt een uur rijden. Ja, maar dan nog. Dus het zijn wel allemaal. Het is anderhalf uur rijden. Ja. Althans, als er geen file staat. Ja. Nou, die nee, staat... ik verheug me natuurlijk ook op Winterswijk. Ik bedoel, gaarne breng ik mijn boodschap ook in de randgebieden van het vaderland. Ja. Overigens nog eventjes één ding over de... Want van de week was er langere files. En toen waren de nieuwspresentatoren die vroegen zich af, hoe kan dat toch dat we langere files hebben? Maar nou ja, jij gaf eigenlijk zelf het antwoord al. Door die occasions die zijn toegenomen, zijn er dus ook meer auto's die de weg op gaan. Dus... Nou, ik heb begrepen eigenlijk dat heel veel mensen eigenlijk in de coronatijd besloten hebben om dan toch maar een autootje te kopen. Ja. Want dan zit je niet meer in die trein. Het is niet wat ik dacht initieel. Van nou, iedereen heeft weer besloten dat thuiswerken hebben we nou wel gezien. We gaan weer lekker op kantoor roddelen bij de koffieautomaat. Hè? Of bij die stomme machines waar je dan een glaasje water uit kunt krijgen. Wat geheel en al ontdaan is van bacteriën. Voor zover dat überhaupt mogelijk is. Maar dat is het dus niet. Het schijnt dat het thuiswerken nog wel een rol speelt nog steeds. Maar dat de mensen die vroeger eigenlijk allemaal met het openbaar vervoer reizen, deels in een autootje zijn gaan zitten. Daar kwam natuurlijk bij dat de A12 was afgesloten van Oude Rijn tot, wat is het, tot Nieuwkoop. Die is nu vandaag of gisteren, is die weer open gegaan. Dat zal zeker verschil maken. Als het zo'n dag is dat de A12 is deels afgesloten. Het regent pijpenstelen, want het heeft twee dagen pijpenstelen geregend. Dan weet je, dat heeft dramatische gevolgen voor het Nederlandse verkeer. Ja, ik moest 4 keer in Den Haag zijn in die week. En nou, dan ben je wel een beetje de klos, want dan moet je steeds helemaal omrijden via Schiphol. Ja, klopt. Ja, of je kunt via allemaal tussendoorweggetjes, maar dat is bijna niet. Ja, je weet, daar is onderzoek naar gedaan. Hè? Dat je zit op de grote weg, er ontstaat een file. Dan heb je de afslag Reewijk, ik noem maar wat op. En je denkt, maar weet je wat ik doe? Hè? Ik wil gewoon bewegen met dat klote autootje. En dan ga je over dus secundaire wegen rijden. Maar al heel snel blijkt dat dus helemaal geen goede oplossing te zijn. Nee. En tenslotte word je namelijk toch weer op die grote weg, kom je weer uit. Uit alle onderzoek blijkt dat het geen tijdswinst oplevert. Je kunt veel beter in de file blijven staan. De navigatie zegt, je bent 7 minuten sneller als u deze route pakt. Nou, als de navigatie het slecht, dan is het meestal wel waar, denk ik. Ik heb er ook heel lang over gedaan om vertrouwen te ontwikkelen in dat apparaat. Je weet dat, dan is er een file en staat er ook bij hoeveel minuten de file gaat duren. En omdat ik altijd denk, zodra de file is, denk ik, die gaat anderhalf uur duren. Hè? Ik kom te laat. Het is verschrikkelijk. Ik ga al zoeken naar het telefoonnummer van de organisator. Van, ja, je bereidt je al voor op een telefoongesprek. Ja, neemt u mij niet kwalijk, maar ik zit in een file bij Bokstel en er zit geen enkele beweging in. Er zijn al 3 ziekenwagens met loeiende sirenes voorbijgekomen. Dus ik weet het, ik moet een 8:15 beginnen, maar het zou me niet verbazen als het 9:45 ging worden. Maar dat
Als ze zeggen 5 minuten, is het ook in het algemeen 5 minuten. Klopt, ja. En net als je begint te wanhopen, begint het dan zo, weet je wel. Langzaam begint het op te trekken. En dan rij je weer. Dat is knap. Dat is waarschijnlijk omdat iedereen dat dingetje heeft aanstaan. Als je Google gebruikt, dan herkent het. Zo werkt, dat schijnt het ook ongeveer te werken. Ja. Dat zal ook alweer een of ander algoritme zijn. Ja. Maar goed, ik heb op een goede dag gewerkt. We sloegen net van de A28 af richting A1. En voor onze neus, ik werd gereden, voor onze neus rijden 2 vrachtauto's op elkaar. Met een flinke knal. Je denkt, hoe is het mogelijk? Nou, dan hebben we toch al een uur gestaan, ja. Want het gekke is, mensen blijven staan als er een ongeluk is gebeurd. Om te kijken? Ja, nee, ook die luiden in plaats dat die vrachtauto's die volgens mij nog best rijden konden even naar de vluchtheuvel. Of nee, hoe heet het? De vluchtstrook. De vluchtstrook gingen, bleven ze staan. We moesten wachten tot die man van de, hoe heet dat? Dat is de wegbeheerder kwam, weet je wat? De wegwacht. Nee, die gele wagens met die blauwe banen. Ja, Rijkswaterstaat is dat. Ja. Precies. Ja. En die moesten die lui op. Nou ja, dus ja, daar hebben we een uur gestaan. Je kon er niet snel nog voorbij rijden. Ik bouw altijd marge in om niet te laat te komen bij lezingen en zo. Dus ik vrij vervelend als een spreker te laat komt. Want ja, ik werd nog eens gebeld. Toen deed ik nog bij trein. Daar ben ik, na enige tijd ben ik daar vanzelf door de NS van genezen. Van deze sympathieke idee, omdat je dat ik per trein ging. Ik moest naar Leeuwarden, daar moest ik spreken. En ja, die trein die hield er gewoon mee op in Steenwijk. Dat was iets. Dat is ook heel typisch voor de NS en voor de conducteur, dat ze dan op hele kalme toon zeiden, dames en heren, tot onze spijt zal deze trein niet verder rijden. Daar sta je in Steenwijk, om 7:15. Hè? Wat moet je met Steenwijk? Ik bedoel, dat heet niet voor niks Steenwijk, hè? Dan wonen de mensen nog in Hudenberden, zal ik nou maar even zeggen. Dus ja, wat dan? Dus ik bel die, het was al wel de tijd dat je een telefoontje bij je had. Dus ik bel die man, ik zeg op, ja, zo, het zit zus en zo in elkaar. Waarop die man zegt van, nou dat is ook mooi meneer Verossen, dan moet ik ze nog een extra gratis kop koffie geven. Ik zeg, ja, daar kan ik ook niks aan doen en ik hoop niet dat u het in mindering brengt op mijn garage. Nee. Ten slotte heeft die man in Leeuwarden een auto gestuurd naar Steenwijk, daar ben ik ingestapt. Vervolgens is die man in die auto, ik weet niet meer hoe die heet, ik weet ook niet meer hoe die eruit zag, want ik heb namelijk in de hele red doodsangst uitgestaan. Die man is met 250 kilometer per uur van Steenwijk naar Leeuwarden gereden, waar ik om, nou ja, geestelijk gesloopt, dat begrijp je wel, om 7:15 binnenkwam, strompelen is het woord. Toen zei die man, geloof ik, ik heb ze nou voor de derde keer een gratis kop koffie moeten geven. Ja, alsof dat mijn schuld was. Ik zei nog, stuur de rekening maar naar de NS, die weet, heeft er verstand van. Ik heb van NS, daar kan ik bij wijze van spreken een hele uitzending mee vullen. Ja, nou dan kunnen we dat naar China doen. Dat is misschien wel leuk. Ja, dat is ook een hele leuke opvolging, hè, dat je naar China de NS doet. Ja. Ja, ja. Maar kun je tegenwoordig wel zeggen van, oh, weet u wat, ik zet wel eventjes mijn telefoontje aan. Dan kun je dus via Zoom kun je dan meedoen vanuit de auto. Kun je zoomen vanaf een iPhone? Ja, dan kun je erop zetten. En ook MS Teams. Oh, oké. Eigenlijk is dat een heel. Want dan zeg ik gewoon dat ik een vertraging in de file heb, terwijl ik gewoon op mijn studeerkamer blijf zitten. Ja. En dan een lezing. Ik vond het helemaal niet prettig om de lezingen te houden met Zoom. Ik heb het een paar keer gedaan. Ik vond er echt helemaal niks aan. Hoezo? Je staat niet in de file. Je hoeft niet de deur uit. Nee, maar je ziet jezelf. Dat is, dan doe je dat toch uit? Dan kijk je dan niet naar. Oh, nee, ik vond het. Ik had er geen aardigheid in. Ik zie graag levend publiek. Ja. Ik zie graag, de enige keer dat ik wel, dat vond ik wel leuk, dat was voor een hbo in Rotterdam. En daar kon je alle leerlingen zien, in een groot scherm. Ik heb een vrij groot scherm, maar dan kon je, nou, ik weet niet hoe dat. En dat vond ik wel aardig. En als er dan een leerling een vraag kwam stellen, dan kwam die als even tijdelijk alleen in beeld. Ook een prima principe. Ja. Is dat ook Zoom of niet? Ja, of Teams, dat is de standaard hoe dat werkt. Dus. Teams is ook volgens mij een klote programma. Is dat van Microsoft of niet? Het is familie van de Word, ja. Ja, familie, dat is een broertje. Ja, hè? Ja. Dat klopt, ja. Ze hebben daar helemaal geen verstand van het maken van handige programma's. Ja. 2 uur alweer. Ja. Hoe is het godsmogelijk, hè? Ja, de tijd vliegt.
Dus dan moeten die arme mensen het allemaal maar weer gaan zitten luisteren. Maar goed, ja. Dat is wel het fijnste van de podcast. Dat mensen zo, heb ik begrepen, na een kwartiertje al wegdoezelen. En dan kunnen ze de podcast over de hele week gebruiken als slaapmiddel. Ja. En dan heb je, als je dat 4 keer gedaan hebt, heb je toch de hele podcast geluisterd. Ja, ik denk dat je dit moet aanbieden ergens voor mensen die niet in slaap komen. Die moeten dit gewoon even zitten te luisteren. Ja, het is ongelooflijk hè, dat je... Misschien moet ik, dit bedoel ik helemaal niet als reclame voor mijzelf, maar zorg dat u niet verslaafd raakt aan slaappillen. Want je moet steeds sterker en steeds meer slaappillen slikken om in slaap te komen. U kunt veel beter lekker een nachtje wakker liggen, hoe vervelend dat ook klinkt. Ga wat lezen, u kunt allerlei mogelijkheden, nietwaar. Nou ja, en natuurlijk als u tegen vaccinatie bent, dan bent u tegen alle vrijheidsbeperkende maatregelen. Dus ik zou zeggen, schaf een drumstel aan en dan lekker drummen de nacht door. Dat is ook voor de buren is dat allemaal heel fijn om daar te staan. Nee, als slaapmiddel, ja. Ik doe het graag. Ik wou eigenlijk gaan zeggen, de zegen van zo'n podcast is dat je hem uit kunt zetten. Ja. Niemand hoeft naar de televisie te kijken. Nee, dat is heel die goed. Mensen die zich zo verschrikkelijk erger aan de televisie, die zijn toch niet goed snik. Want die zitten dus kennelijk de hele avond te kijken om zich te ergeren. Ik zou zeggen, zet hem uit. Zou sowieso adviseren. Zet de tv eens een avondje uit. Ja. Natuurlijk niet als ik erop ben, maar in principe, meestal is het zeer wel mogelijk om hem uit te zetten zonder dat je iets verliest. Ja. Je kunt dus deze podcast ook sneller afspelen, heb ik volgens mij wel eens verteld. Dus en dan klik je zo maar dat ja, dat is dus niet het geval. Nee, is dat niet zo? Nee, je praat gewoon veel sneller. En dan heb je dus, als stel dat dit een uur duurt, ja, dan kun je hem in 3 kwartier luisteren ja, of zo. Ja, maar dan spreek ik dan toch betrekkelijk langzaam. Ja, maar dan zet je hem dus wat sneller. Maar dan kun je het dus wel, het grappige is dus, hoe sneller het ook is, je kunt het toch blijven volgen. Ik heb het ook wel eens ik wist helemaal niet, iemand zei me dat het kon. Ik wist het niet. Het is prima te volgen. Heel grappig. Ja, dit doet mij een beetje denken aan mijn zoon. Die want hoeveel kanalen heb je op zo'n televisie? Ja, zeg maar een stuk ja op, heel veel. Een stuk of 23 of zo. Ja. En hij knipte dan 1, 2, 3. Altijd, hij keek naar alles 2 minuten. Ja. En hij beweerde dat hij alle programma's goed kon volgen. Als hij gewoon telkens door al die 23 programma's heen klikte. Interessant. Ja, zo sloom waren de meeste van die programma's. Of die daar. Want hij beweerde dat het zo was in ieder geval. Ja, leuk. Want je hebt toch van die. Dit heet toch kanaalzwemmen, heette dat toch? Dat zou goed kunnen. Ik hoor dit voor het eerst. Ja? Ja, ik vind het wel interessant. Ik ga het dus proberen, denk ik. Hij beweerde dat het kon. Ja. Ja, ik zou het me goed voor kunnen stellen. Dan heb je dus op 1 en dan kom je dan naar je nek. En dan heb je dan bij RTL 7 zo'n politiefilm. Ja, en dan... ja, precies. Maar als je ook bijvoorbeeld kijkt tegenwoordig, worden de kijkcijfers iets complexer aangeboden dan vroeger. Er wordt niet een soort van gemiddelde aangeboden. Maar er wordt en een gemiddelde aangeboden en een maximaal aantal kijkers op het maximum moment. Ja, kijkonderzoek heeft dat op de site. Ja, en dan zie je al heel snel dat bijvoorbeeld veel van die talkshows, die hebben dan zeg... Het gemiddelde is er een pak een beet, 600.000 tegenwoordig. Hè, dat scoort niet zo geweldig meer. Maar je ziet dat er in principe 2 keer zoveel mensen, 1,2 miljoen, hebben even gekeken. En denken, oh god, het is weer zus of het is weer zo. Ja, die gaan daarna door. Of er zit weer Pietje Puk of daar heb je die lul van een Van Rossum, dat willen we niet zien. Nou, dat. Hè, dus je ziet dat er een enorm verschil is. Dus het maximum wat ze heel even waarschijnlijk gescoord hebben en het gemiddelde. Ja. He, dus daar zie je aan, dat zijn al die lui zoals mijn zoon die dan met die afstandsbediening. Sowieso is het natuurlijk door de opkomst van de afstandsbediening zijn mensen heel anders televisie gaan kijken. Want vroeger, dat vergeten mensen vaak. Moest je er naartoe lopen. En we moesten er naartoe lopen en dan moest je op een knop drukken. En dan moest je weer zorgen dat het beeld weer wat beter werd en zo. En ja, je dacht natuurlijk al heel snel tegen 9:30, 9:45. Laat dat ding maar doorzuren. Ik blijf gewoon kijken. Hè? En vandaar ook natuurlijk dat hele idee van een avondje Tros of een avondje Avro. Hè? Dat je de hele avond denkt, lekker Avro, een Avro-avondje. Ja, je krijgt al slaap bij het idee alleen al natuurlijk. Een afro-avondje. Ja, overigens nog 1 ding voor jou als vaste bezoeker van Op 1. Er zijn geluiden dat ze teruggaan naar 1 duo. Sven Kokkelman en Fidan Ekis.
Eén duo? Ja, en dat die anderen eruit gaan. Oh. Dat heb ik, dat is nog niet bevestigd, maar dat is dus een beetje de... Ja, mijn tip is geen duo. Ik ben tegen duo-presentatie. Nou, Paul Witteman was toch wel succesvol altijd? Paul Witteman was succesvol, dat was scherp. Dat lag aan het feit dat Witteman werkelijk geïnteresseerd was in politieke en maatschappelijke vraagstukken. Die indruk heb ik niet altijd bij de Op1-presentatoren, eerlijk gezegd. Die lijken mij voor een belangrijk gedeelte vooral geïnteresseerd in de vraag... Of zij het wel lollig doen in het programma, wat niet zo belangrijk is eigenlijk. Nee, het probleem voor de gasten is, als er twee presentatoren zijn, dat je door twee mensen kunt worden onderbroken. En dat is niet prettig. Want je ziet ook heel dat meestal is de man een beetje dominant bij de duo's. En dan zie je die vrouw, die zit natuurlijk haar energie op te bouwen. En, nou moet ik even. En nou moet ik even zeggen. En nou ja. Duo-presentatie is een ramp. Duo-presentatie nooit aan beginnen. Duo-presentatie is typisch Amerikaans. Het krijgt al heel snel allerlei lollige interne gesprekjes, popiopie gedrag. Wat samen zijn we samen leuk. Eén presentator, ruim voldoende. Laat die vooral zakelijk zijn. Laat hij vooral goed geïnformeerd zijn. Laat hij vooral uitstralen dat hij werkelijk geïnteresseerd is. Niet in zijn enorm leuke rol als presentator, maar als facilitator van een interessant gesprek. Ja, dat is Sven Kokkelman een goede keuze wel. Nou, die kan nogal dominant aanwezig zijn. Ja, dat is waar, maar hij weet je wel... Je moet tegen Kokkelman altijd eerst zeggen, rustig aan Kokkelman, en dan is er wel een land mee te bezeilen. Maar hij weet wel vaak waar hij het over heeft. Ja, zeker, hij weet waar hij het over heeft. Hij is wel goed ingelezen, ja. Oké, nou, volgens mij hebben we weer een mooi verhaal gemaakt, toch? Ik heb geen idee. Ik laat dit geheel en al over aan de kijkers. Sorry, ik zei wat de kijkers zeggen. Aan de luisteraars. Ja. Die lul van de Van Rossum, dat willen we niet zien.